Hallo lieve broers en zussen. Deze week heeft Mathieu mij gevraagd om een bemoediging op te nemen. En ik deel graag wat over wat God onlangs in mijn leven heeft gedaan. Ook als het gewoon ter bemoediging hoe God voorziet en betrokken is in onze levens. Nou, het was zo dat ik had heel erg eigenlijk op een gegeven moment nieuwe broeken nodig. En Luana zei al tegen een tijdje tegen Jacco, ga nou nieuwe broeken kopen. Ja, dat ga ik doen. En op een gegeven moment trok ik 's ochtends een van mijn spijkerbroeken aan. En ik duwde zo mijn grote teen door de knieën heen. En toen zei Luana, nu is het klaar. En nu moet je nieuwe broeken gaan kopen. Ik zei, ja, dat is goed. Oké. En dus die zondag ging ik met mijn zusje, even die was met ons thuis, gingen we broeken kijken online. Ik hou er niet zo heel erg van, dus die hielp mij er even bij. En ik wilde wel graag duurzame broeken kopen. En die zijn ook weer wat duurder. Dus nou, ik heb uiteindelijk een site gevonden. Twee broeken met een aanbieding. Voor twee broeken voor 150 euro. Uiteindelijk dacht ik, nou, dat is nog wel te doen. Dus dat heb ik er wel voor over. Dus ik zei tegen mijn zusje, nou, ik ga ze vanavond ga ik die broeken bestellen. En toen zat ik met Luana, zat ik daar te kijken die avond. En zei ik, Luana, eigenlijk hebben we op dit moment eigenlijk helemaal niet echt het geld ervoor, voor die nieuwe broeken. Maar ik heb ze wel echt nodig. Dus ik dacht, ja, ik kan ze nu eigenlijk niet bestellen. Dus ik stond op een gegeven moment voor mijn kledingkast. En ik zei tegen de Heer, ik heb echt nieuwe broeken nodig. En ik wil ook heel graag duurzame broeken kopen. En ik stond daar gewoon met de vraag van, Heer, helpt u alstublieft. En het was, ik krijg altijd zo'n pushberichtje op mijn telefoon op het moment dat iemand geld naar mij heeft overgemaakt. En ik werd 's nachts wakker, een uurtje of drie. En ik zag zo'n berichtje op mijn telefoon staan. En daar stond bij, 150 euro was er overgemaakt door iemand die ik niet kende. En er stond als beschrijving stond erbij voor de broeken. Ik dacht, wat? Dus ik zeg tegen de man, die werd al ook wakker. En ik zeg, zo, wie kijken? Dus ik kon wel even niet meer slapen. Ik was helemaal soort van, ja, van me apropos. En ik dacht, zo, nou ja. Ik dacht, eerst dacht ik, Heer, u bent heel goed en zo betrokken bij mijn leven. Ik voelde me gewoon zo dankbaar. Maar ik was wel benieuwd waar dat nou vandaan kwam. En de volgende dag vroeg ik mijn zusje, ik zei, Roos, weet jij hier misschien van? Want zij wist ook wel dat we broeken hadden gekeken. Maar ik had haar niet verteld over het feit dat we er eigenlijk niet echt geld voor hadden. Dus ze zegt, ja, dat weet ik wel, zei ze. Toen zei ik, gisteravond was ik met een vriend van mij. Waren we samen aan het bidden en ik had verteld dat we naar broeken gezocht, dat ik met jou naar wat broeken gezocht had. En terwijl zij aan het bidden waren, toen kreeg hij heel sterk op zijn hart om die 150 euro voor die twee broeken naar mij over te nemen en naar mij over te maken. Dus God sprak tot hem, ik vond het zo bijzonder dat ik sprak een gebed uit naar God. En God die sprak tot zijn hart om dat geld naar ons over te maken, zodat wij de broeken die ik heel graag wilde, dat ik die kon kopen. Nou, ik vond het zo geweldig om dat God ook bij dit soort dingen betrokken wil zijn. En dat we hem bij dit soort dingen mogen betrekken. En gewoon de belofte dat we God hebben die voorziet. En ook op zo'n bijzondere manier is, dat wilde ik heel graag met jullie delen. En ik hoop dat het een bemoediging mag zijn. Ook voor jullie, gewoon voor je persoonlijke leven. En ja, dat was hem eigenlijk. Tot ziens. Doei doei.